wel gaat. Oh, ze hebben waarschijnlijk dit weekend nog paniek. Heel hard zitten blokken, studenten van het voortgezet onderwijs. Ze zitten midden in de examens. Die gaan vandaag gewoon weer verder. Carlijn Houteman volgt het allemaal voor ons. Carlijn, op een bijzonder plekje, hè? Nostalgisch. Oh. Ja, voor mij is het een bijzonder plekje, want ik ben op het Mail Hill College in Goorlen. En dat is mijn eigen middelbare school. Ik heb hier 5 jaar lang op het HAVO gezeten en ik denk toch wel terug aan een mooie tijd, maar ook wel aan een spannende tijd. Want die examens, die heb ik hier ook beleefd. En op dit moment sta ik in een lokaaltje waar leerlingen voor het examen lekker tot rust kunnen komen. Nou, dat doet op dit moment maar 1 iemand. Misschien omdat het weekend net achter de rug is, maar Joep, hoe heb je dat weekend beleefd? Want het was zonnig. Heb je wel kunnen leren? Ja, ik had wel kunnen leren, maar het was wel zwaar om te doen. Het is nu echt, die stress voel je wel. En je moet nu wel even echt presteren, dus je moet wel goed leren. Ja. En er staat enorm veel op het programma, gelijk de maandag al. Ik heb een speakbriefje liggen, maar het is maatschappijleer, Frans, aardrijkskunde, biologie, Duits, wiskunde, A, B en C. Dus dat is enorm veel. Joep, wat wordt het voor jou? Ja, voor mij wordt het aardrijkskunde. Dus kijken hoe de wereld eruit ziet. Het is op zich wel een leuk vak, maar het is altijd wel lastig om even te interpreteren hoe ze het nou willen zien op het examen. Ja, en hier dus hebben ze de Fanta's klaarstaan en de pakken drinken om dus nog even tot rust te komen. Dat hadden ze in mijn tijd niet, Joep. Dat is fijn, denk ik. Ja, het is op zich wel fijn even tot rust komen dan. Je mag hier ook niet over het examen praten, dus het is dan even altijd normaal even rustig. Dus wat wij doen is verboden? Ja, eigenlijk normaal wel, maar ja. Maakt een keer niet uit. Nee, inderdaad. En we zijn de enige, dus niemand die het merkt. Ja, dat maakt het in principe niet uit. Maar ja, het is wel fijn dat meneer Van Schie dit altijd organiseert met meneer Hasselman. Ja. Dus ja, het is gewoon echt wel een stuk ontstressender. Ja, meneer Van Schie is dus van economie. Nou ja, dat staat vandaag gelukkig niet op het programma, want dat vond ik heel erg moeilijk. Maar aardrijkskunde, we gaan voor jou duimen, Joep. Dankjewel. Oké. Okay. Carlijn was dat vanaf haar oude school. Aardrijkskunde, had jij aardrijkskunde in je pet? Nee. Ik had geen aardrijkskunde. Ik kan me daar ook echt niet zo heel veel meer van herinneren. Ik heb ook geen eindexamen gedaan in aardrijkskunde. Ik vond dat niet zo'n interessant vak, geloof ik. Oh.